Meer dan 30.000 hebben gereageerd en de vragenlijst ingevuld. Bijna de helft van alle reguliere rijbewijsbezitters zei dat ze wel eens hadden gereden voordat ze rijexamen hadden gedaan, voordat ze een rijbewijs hadden. En misschien is dat nog wel erger. De BOVAG, de VRB en de FAM hebben de opening gemaakt naar het ministerie om aan tafel te gaan. Mevrouw Scholz beweegt niet. Die zegt, luister, volgend jaar zijn de verkiezingen. Ik hou me rustig, ik doe niks meer. Rustig, uniek te noemen dat we dus met drie brancheorganisaties dit samen hebben gesteld. De kwaliteit in de reisschoolbranche is onder de maat. En dan bedoel ik hem niet alleen van uzelf, maar van de hele sector. Laten we kijken wat het publiek vindt. Eens, zeg maar drie kwart van de zaal, oneens een kwart van de zaal. Onze cursisten hebben gewoon recht op een goede opleiding. En wat wij nu zien is dat de kwaliteit nog wel eens de wensen overlaat. Van harte welkom op het rijscholencongres van BOVAG. Dat doen we dit jaar samen met de Lesauto Testdag. Uit de BOVAG-conjunctuurpeiling over de eerste helft van 2016 blijkt dat het ondernemersvertrouwen onder de rijscholen tot grote hoogte is gestegen. Van de ondervraagde rijscholen zag 45% de winst toenemen. Je hebt de online wereld en je hebt de offline wereld. Ja, en die smelt samen. Je werkt met een flyer of met een poster, maar je werkt natuurlijk ook met een e-mailadres dat iemand iets rijbewijs bij je gehaald heeft. Je gaat zeggen, joh, hier heb je een code die geldt voor je 10 vrienden. Geef een cadeau of een eerste rijles, weet je. Dus een e-mailadres is serieus geld waard. Maar liefst 30 instructeurs hebben de proef volbracht. Graag wil ik naar voren roepen Martin Boomsluiter. De beste lesauto van het jaar 2017 is geworden de Seat Leon met een 8,7. We zijn er heel blij mee. Het is heel fijn dat deze auto de waardering heeft gekregen waar wij al dachten dat hij langer moet hebben. En nu is het eindelijk bevestigd. Nou, ik vond het reuze interessant. Het was voor ons de eerste keer hier op de testdag. Goed weer, veel opkomst en vooral voor ons belangrijk veel proefritten. Veel enthousiaste mensen. Ik vond het een hele leuke dag. Heel veel mensen ontmoet, veel dingen geleerd. Ik heb nog een paar proefritjes gemaakt. Het was zeker een leuke dag. Mooie accommodatie. Ik kan zeker mensen aanraden om hier te zijn, want je bereikt direct de doelgroep.